Het leven van een advocaat. Het is moeilijker dan je denkt. We gaan het even bespreken. Nou, laten we beginnen met de scheldtiraden die mensen tegen mij hebben. En het is erg hoor. Het is echt heel erg. Mensen noemen mij wel eens dikke kale Hitler. Achterlijke randebiel. En ik weet het. Ik ben een dikke vette achterlijke domme kut randebiel. Ik weet het. Ik weet het. En een van mijn advocatenvrienden heeft zelfs zelfmoord moeten plegen. Omdat hij te veel werd uitgescholden. Sorry daarvoor, dames en heren. Word niet boos in de comments. Hij was ook een 42-jarige man. Net zoals ik. Ik ben 42 in deze video. Onthoud het even. Maar ik ben in het echt 12 jaar. 11 jaar bedoel ik. Maar ik ben een... ik heet Simon. En ik ben een 42-jarige advocaat. Onthoud dat. En hij heeft dus ook zijn hond moeten verbannen. Ja, ik heb mijn hond vermoord. Het was de moeilijkste keuze van mijn leven. Of mijn huis moet in de fik. Of ik moest mijn hond kapot schieten. En ik dacht, ik heb een klein huis. En ik ben er blij mee. Ik heb het al 3 jaar. En ik denk, ja. Ik hou van mijn hond. Het was een beagle. Dus ik dacht, ja, sorry, jongen. Ik pakte mijn revolver die altijd in mijn kastje. Of mijn laadje zit van mijn bureau. En ik maakte hem kapot. Ja, ik vind het zo erg om gewoon te zeggen. Maar de conclusie is, het is wel heel moeilijk. Dan denk ik soms, het is ook heel moeilijk om met patiënten te werken. En heel veel mensen denken dat ik, ja, 15 rechters heb vermoord. Dat is helemaal niet waar. Ik als advocaat kan mezelf in bedwang houden. Dit is niet normaal wat mensen over mij zeggen. Wat voor kritiek ze hebben op zo'n aardige rechter. Zo'n aardige rechter, hè? Ik kan zo'n aardige rechter niet vermoorden. Zo'n aardige rechter moest gewoon in een witte kamer zitten. En gewoon genieten van het leven. En ik, wat denk je dat mensen van mij vinden? Mensen noemen mij een dikke, kale Hitler. Ik kan er gewoon niet meer aan. Heel veel advocaten hebben zelfmoord gepleegd. En mijn auto moest heel vaak gerepareerd worden. Omdat de deuren eruit gingen. En ja, dat is niet leuk. Dit is niet leuk, dames en heren. De conclusie is van deze sketchvideo. Het is weer een sketchvideo. Ja, dames en heren. Dit is natuurlijk een sketch. En het leven van een advocaat is moeilijk. Ciao.